Dit is Jens. Jens is 18 jaar en is scholier. Wat heb je vandaag aan, Jens? Ik heb een shirtje gekocht, een paar maanden terug. Ik heb een broek gekocht toen het warm weer werd. En schoenen die ik al een tijdje heb. En is dit iets waar je prettig in voelt? Ja, hier voel ik me zeker prettig in. Het zit lekker en ik vind het er mooi uitzien. Heb je ook nog iets wat je liever niet draagt? Ik vind korte broeken heel fijn te dragen. Ik draag liever geen lange broeken, maar als het heel koud is, dan ik draag liever geen vesten. Je hebt een object meegenomen. Wat betekent dit voor jou? Het is een object dat ik bij mijn geboorte heb gekregen van mijn oom en tante. Want mijn tante is zwaar gehandicapt en die kan zelf dadelijk geen kinderen krijgen. Dat ze mijn peettante is, vond zij dat ze iets moest halen van mijn geboorte, wat ik voor altijd zou herinneren aan haar. En je hebt een goede band met haar, of niet? Ja. Je kan met haar over alles praten? Ja, ik kan over alles praten. Ze vraagt ook regelmatig of ik met haar iets wil doen en dat soort dingen. Oh, wat fijn. En wat doe je dan zo? Voor mijn verjaardag vraag ik bijvoorbeeld nooit cadeaus aan haar, maar vraag ik altijd gewoon iets te gaan doen. Picknicken of zo ergens. Mm-hmm. Heb je toevallig een kledingstuk waar je veel moeite over hebt gedaan? Nee, die heb ik niet. Ik koop gewoon alleen kleding die makkelijk te verkrijgen is. Dus geen heel dure schoenen of heel dure dingen, nee. Wat is je oudste kledingstuk? Dat is een t-shirt wat ik heel lang geleden heb gekregen van mijn vader toen hij op reis was naar Egypte. Mm-hmm. Hij kocht die alleen toen veel te groot, dus die kan ik nou nog steeds aan, maar die heb ik al meer dan 12 jaar. En die draag je gewoon in je vrije tijd? Of? Ja, die draag ik alleen thuis. Ik vind hem niet heel erg mooi of zo, maar ik vind het leuk om voor hem te dragen. Wat doe je met kleding die je niet meer draagt? Die geef ik of aan mijn broertje, of ik geef het aan de buurjongens of aan andere mensen die mijn moeder kent, die kleding van ons kunnen dragen. Ja, dus als het kapot is, dan gooi je het meestal weg. Dus als je er iemand anders blij mee kan maken, dan doe je dat. Okay. Ja. Zegt je kleding iets over wie jij bent? Nou, ik probeer wel kleding te zoeken die bij mij past. Mm-hmm. Dus ik draag niet heel veel zwarte kleding, want ik vind niet echt dat ik een heel... Donker persoon dat ook niet, maar in ieder geval een beetje vrolijk. Het is altijd een beetje gekleurde kleding. Altijd witte schoenen en zo, maar bijna nooit iets zwarts. Maar verder niet echt. Nee, dus je houdt wel gewoon van kleurrijke kleding? Ja. Oké. Okay. Wie hebben de meeste invloed op je kledingstijl? Mijn vriendin. De vriendin? Ja? Ja. Vindt ze het leuk om kleding voor je uit te zoeken? Ja. Die bepaalt ook 3/4 van wat ik nieuw koop, dus ja. Oké. Okay. En wat vind je daarvan dat ze dat doet? Ik vind het niet erg. Ik vind het wel leuk dat ik dan een keer iets anders zou kopen dan dat ik zelf gekocht zou hebben. Want zelf zou ik gewoon vrij makkelijk kijken, gewoon Zalando, shirt dat ik leuk vind. En dan, ja, die vind ik leuk, bestel ik die. En met haar ga ik echt de stad in, dingen passen. En dan koop ik toch eerder dingen die ik niet zo snel online gekocht zou hebben, maar toch leuk vind staan. Waar is je thuis of waar voel je je thuis? Ik voel me thuis op de voetbalclub. Daar voel ik me thuis. En bij mijn vrienden en bij familie. Daar kan je gewoon jezelf zijn. Ja. Oké, fijn. Hoe voel jij je in je lichaam op dit moment? Goed. Goed? Ja, vrolijk. Kun je daar iets meer over vertellen? Het is nou sowieso lekker weer, dus dan is het sowieso beter. En het gaat gewoon goed op school. En het gaat ook thuis goed, dus ja, ik heb eigenlijk nergens iets over te klagen. Oké. Heeft je stemming invloed op hoe je je kleedt? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Pas je kledingstijl aan je omgeving? Ja, als ik het is een beetje niet echt. Ik let niet echt op mode of zo, maar als ik andere mensen bijvoorbeeld, als ik iets zie dragen, als ik zelf iets draag en ik zie eigenlijk verder niemand daarmee rondlopen, dan vind ik het wel lastig om het zelf te dragen. Is er iets wat je het mooiste vindt aan je lichaam? Mijn ogen. Je ogen? Dat vind je het mooiste aan jouw lichaam? Ja. De kleur? Ja, de kleur. Wat betekent geluk voor jou? Wat kan jou echt gelukkig maken? Een vrije dag waarop ik echt helemaal niks hoef te doen. Ja, en wat doe je dan zoal? Uitslapen, filmpje kijken. En die breng je dan het liefst alleen door of met vrienden? Ja, of met het liefst gewoon met vrienden. Dat we gewoon ergens naartoe gaan, ergens gaan chillen. Drankje erbij, hartstikke gezellig. Oké. Okay. Wat voor dromen of ambities heb je? Ja, mijn droom is om later iets te gaan doen met recht. Omdat toevallig mijn peettante heeft dat ook. Die heeft er ook iets mee gedaan en dat is wel mijn droom om daar later iets ook mee te gaan doen. Ja, dan hebben we nog één laatste vraag voor jou. Is er volgens jou een identiteit van Tilburg Noord en kun je die beschrijven in één woord? Als identiteit zou ik diversiteit zeggen. Ja. Dat er heel veel verschillende culturen zijn hier en dat je hier een heel ander beeld hebt van de stad dan als je in Zuid of West zou zijn. Dat vind ik wel heel mooi. Oké. Okay. Nou, dankjewel dat ik jou heb mogen spreken. Geen probleem.